Hi, vandaag neem ik je mee in mijn persoonlijke leefstijl die mij helpen sterk, soepel en stabiel te blijven. Practice what you preach. Ben jij benieuwd hoe ik mijn energie op peil houd, mijn lichaam in balans houd en de meeste dagen met een glimlach opsta? Blijf dan kijken, want in deze video deel ik je mijn leefstijlgewoontes. Ik ben Rita Vaassen, yoga-docent, inmiddels 64 jaar. En het is mijn missie om jou en mezelf zo vitaal mogelijk, gelukkig mogelijk en gezond mogelijk door het leven te loodsen. Om zo lang mogelijk gezond, vitaal en gelukkig te blijven. Leefstijl hack nummer 1. Ik sta elke dag op mijn yogamatje. Ik begin de ochtend met de reeks De Vijf Tibetanen. Het is een reeks van 5 yoga oefeningen. En het wordt wel gezien als de Fountain of Youth. Een typische, het is een hele oude reeks, klassieke reeks. En al jarenlang gedaan wordt om je voor altijd jong te houden. Van lijf en leden, door te ademen, te bewegen. Wil je weten hoe die reeks eruit ziet? Kijk dan naar de video, want ik heb een hele mooie video gemaakt met tekst en uitleg. En ook aanpassingen, zodat ook jij die reeks kunt leren en voor altijd jong kunt blijven. Leefstijl hack nummer 2. Intermittent fasting. Het is nu januari. Ligt zo waar een klein beetje sneeuw. En voor mij is januari al een aantal jaren de maand van intermittent fasting. 2 eetmomenten op een dag en geen tussendoortjes en ook een maand lang geen alcohol. En ik doe dit omdat het me enorm helpt om even een break te creëren, oude gewoontes te doorbreken, overtuigingen om daar even los van te komen. Want de reden ooit om te beginnen voor mij met intermittent fasting was de door diep gewortelde overtuiging dat je moet de dag met een ontbijt beginnen. Wil je weten hoe dat werkt en wat voor mij de 10 uitkomsten zijn geweest? Ook daar heb ik al eens een video over gemaakt. En kijk wat de 10 uitkomsten voor mij waren, 10 bevindingen van intermittent fasting. Leefstijl hack nummer 3. Me time, ofwel lummelen. Elke dag tijd inruimen. Voor in ieder geval een half uur tijd voor mezelf en lekker even lummelen. Niet doen wat de hele wereld van me verlangt of waarvan ik denk dat de wereld het van me verlangt. En in ieder geval een halve dag in de week dit soort tijd voor mezelf inruimen. Ik hou ervan om iets inspirerends te lezen, te luisteren of misschien gewoon lekker te kokkerellen en me helemaal verliezen in die taak. Hoewel ik het helemaal niet als taak ervaar. Dat is misschien wel het meest belangrijke van lummeltijd. Leefstijlhack nummer 4. Zelfreflectie, maar ook persoonlijke ontwikkeling. En het een kan denk ik niet zonder het ander. Ik hou er enorm van om iets nieuws te leren. Of dat nou is, zoals deze periode, een nieuwe taal leren. Ik ben Italiaans aan het leren. Of een opleiding volgen, een cursus doen, een inspirerend boek lezen. Het is heel fijn om jezelf te prikkelen, te stimuleren. Maar ik hou er ook enorm van om aan zelfreflectie te doen. Want wat zitten de hardnekkige patronen in mij. En het is goed om daar in alle rust, alleen of met mijn vriend, gewoon eens even op te reflecteren. En wat ik vooral ook mooi vind om te doen en toe te passen, is het weekwoord wat we in de yoga community gebruiken. En elke week een woord waar we dan mee bezig zijn en waar ik dan mijn hersenspinsels, mijn gedachten over buig. En niet alleen de groep, de yoga community inspireer, maar vooral ook heel erg mezelf. Leefstijl hack nummer 5. Buiten zijn in weer en wind. Ik hou er enorm van. Het is nu dus januari en er ligt lekker een beetje sneeuw. Ik kan niet wachten op de sneeuw die voorspeld is. Vorige week was er zelfs een beetje ijs. Ik dacht, ja, nu kunnen we gaan schaatsen. Maar helaas, het is niet zo ver. Maar buiten zijn in weer en wind. Fietsen, wandelen, schaatsen als er ijs ligt. Zeilen in hartje zomer. Skiën, lekker van de berg af. Op avontuur, in de buitenlucht. Ik hou er enorm van. Het houdt me fit. Het houdt me fris. En ja, die portie zon op je gezicht. De vitamines, maar vooral ook de seizoenen ervaren. En dan de bonushack, leefstijlhack nummer 6. Agendabeheer. Want daar komt het eigenlijk op neer. Keuzes maken.
Als je ergens ja tegen zegt, dan zul je tegen iets anders nee moeten zeggen. Of juist, als je ergens nee tegen zegt, zul je ergens anders ja tegen moeten zeggen. Als ik hecht aan gezonde leefstijl, dan maak ik keuzes. Bijvoorbeeld eerder opstaan, zodat ik op mijn matje kan. Niet op alle afspraken die op me afkomen of verzoeken ingaan. En af en toe tijd nemen, echt inplannen om ook bij mezelf weer terug te komen. En word ik hier nou gelukkig van? Blijf ik hiermee doorgaan of neem ik er afstand van? Januari, een prima maand om daar opnieuw bij stil te staan. Voor mij houdt het in dat ik tegenwoordig vaker nee zeg. Yoga doen is niet alleen maar houdingen doen. Yoga is vooral ook een leefstijl. En om jezelf beter te leren kennen, te ontdekken, is het bestuderen van de 5 yama's en de 5 niyama's, 10 ethische leefstijlregels vanuit de yoga-filosofie, kunnen je enorm helpen. Op mijn studiereis zal ik als het ware zeggen, gewoon het bestuderen en toepassen en elke keer weer dingen in mezelf ontdekken, hebben me heel veel gebracht. Zo wordt jouw yogamatje een spiegel om jezelf te ontdekken. Je gewoontes te leren zien en daarmee jezelf gelukkiger te maken. Lekkerder in je vel te laten zitten. Dus bekijk deze afspeellijst met de 10 yama's en niyama's. Lekkerder in je vel zitten door jezelf te ontdekken. Ik wens je superveel geluk en heel veel zelfinzicht.